Dit is het weerjournaal van Weerplaza. Op de satellietfoto zien we een vrij dikke pluk bewolking over Nederland liggen. En uit die wolken vallen ook buien. In de ochtend zal het op veel plaatsen toch wel het geval zijn, met in het noordoosten wat droger weer. Hier en daar een klein beetje zon tussendoor. Maar of die nou typisch in het noorden zal zijn of juist in het zuidwesten, dat valt nog te bezien. In de middag krijgen we ook wat meer ruimte voor de zon tussen buien door. Bij buien kan ook een klap onweer voorkomen in het westen van het land. En de minste buien nog altijd in het noordoosten van het land. Het wordt 6 tot 8 graden. Ook vanavond eenzelfde weertype met wolken, een paar buien. En langs de kust staat dan een harde wind, windkracht 7. Temperaturen gaan uiteraard langzaam omlaag, met in de nacht een minimumtemperatuur van een graad of 4. Dan morgen 5 tot 8 graden met een naar Noord draaiende wind. Nog steeds buien en hier en daar ook wel ruimte voor de zon. Het blijft wat wisselvallig en het is toch nog wel net aan de zachte kant. Maar de temperaturen gaan omlaag: donderdag een graad of 4, vrijdag 3 en zaterdag maar net boven het vriespunt. Betekent dat de neerslag misschien een keer wat natte sneeuw oplevert op donderdag en vrijdag. Maar vanaf vrijdag wordt het ook droger en zaterdag lijkt het gewoon droog winterweer. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.